De Aalstenaar Valerius de Sadeleer wilde schilder worden. Maar zijn vader vond dat geen stijl en daarbij hij zou geen nagel hebben om aan zijn gat te krabben. Valerius volgde zijn passie en vader draaide de geldkraan dicht. Toen hij 22 was, trouwde hij met Clementine. En met haar bruidschat opende ze een kruidenierszaak in Blankenbergen, waar hij schilderles gaf. Maar de winkel draaide niet, de leerlingen kwamen niet en ze gingen failliet. De Bohemiens vluchtten voor schuldeisers en verhuisden van hot naar her, tot ze in Sint-Martens-Laten belanden. En daar ontmoette Valerius de beeldhouwer Georges Minne en de broers van de Woestijnen en vormde met hen de eerste Lathemse groep. De Sadeleer was nog steeds arm en liep op blote voeten omdat hij geen geld had voor schoenen. Maar op eten werd niet bespaard en samen met Klemmeke woog hij 230 kilogram. En dan was het 1902. De Sadeleer, dan 35, bezocht in Brugge een tentoonstelling van de Vlaamse primitieven. De impact was zo groot dat hij zich distancieerde van de impressionistische stijl. Hij zocht naar een balans van sobere kleuren en compositie. Zijn doeken kregen hierdoor een dromerige, melancholische sfeer. Hij schilderde grootse Bruegeliaanse doeken zonder mensen, verstilde bladerloze bomen met bijna kalligrafische takken. Kijk hoe zijn vriend Gustaaf van de Woestijnen hem afbeelde als een forse boer, een stevige reus. Maar in werkelijkheid was hij een goedmoedig man met tintelende ogen. Was het in zijn huis voor velen de zoete inval en groeide Valerius de Sadeleer uit tot de patriarch van de Vlaamse kunst. Zijn vader, die bij hem inleefde, heeft, zo wil de legende, nooit gevraagd om maar één schilderij te zien.